vandaag feest in de Wereldwinkel. Waarom? Omdat we 30 jaar worden. Helemaal jarig. 30 jaar Wereldwinkel in Une. Met zelfs erbij 40 jaar in Nederland. En 50 jaar Fairtrade in Nederland. Dus nou, dat is toch een heleboel argumenten om een interessant feestje te vieren. En dat willen we inderdaad vandaag ook heel erg graag doen. Nou zijn we aan de berg. Hebben jullie altijd al die 30 jaar hier aan de berg gezeten? Nee, Wereldwinkel is begonnen in het klooster. Het oude klooster. Meteen links als je binnenkwam een klein kamertje waar de eerste producten verkocht zijn. Vanuit het klooster is jaren geleden de winkel aan de berg gekomen. En daar zitten we dus nu alweer een hele periode. Nou heeft u net al een stukje gezegd, maar wat is nou het speciale aan de Wereldwinkel? Wereldwinkel is het verkopen van producten die gemaakt zijn door mensen in ontwikkelingslanden. Maar de inkoopprijs is voor ons hoger dan voor een, laat ik noemen, commerciële winkel. Wij zijn een non-profit en zonder winst in die zin dat wij een hogere inkoopprijs betalen. En dat wij eisen stellen aan mens- en milieuvriendelijke producten. Het moet dus goed voor de mensen zijn dat ze het veilig kunnen maken en dat ze een goed loon krijgen. En het wordt verkocht door vrijwilligers. Ik denk toch dat het heel wat werk is om een winkel te runnen. In feite moet je de inkopen doen en weten wat je inkoopt, want het moet verkocht worden. Je kunt wel iets mooi vinden, maar je moet vooral weten dat mensen in Une het mooi vinden. En dan, als je het dan binnen hebt, dan moet je het ook zo neerzetten dat het aantrekkelijk is en dat het ook weer is. Het is altijd interessant dat een mooie etalage maken is voor onze vrouw die het etalage maakt. Die vindt het geweldig, maar die is helemaal weer even van, nu is dat mooie stuk eruit. Ja, dat was ook de bedoeling. Ik moet zeggen, we horen wel eens dat wij in de regio verhoudingsgewijs hele mooie manieren van presenteren hebben. Want over verkopen gesproken, loopt het goed hier? Ja, we zijn er redelijk tevreden over. En dat meet ik dus af aan dat wij onze vaste lasten kunnen betalen. Dat we onze huur, gas, water en licht en de verzekering kunnen betalen. Maar ook dat we, en dat doen we nog sinds een paar jaar, de mogelijkheid geven aan goede doelen. Dat ze hun producten hier neerzetten. En als het er ook maar enigszins in zit, dat ze van ons nog een extra som erbij krijgen. Dus dat levert tot nu toe hele positieve reacties op. Je vertelde me net buiten iets waarover je nogal verwonderd bent. Ja, ik moet eerlijk zeggen, 30 jaar Wereldwinkel in Une. En toch kom ik nog mensen tegen die zeggen, hé, hebben wij een Wereldwinkel in Une? Dat wist ik niet. Nou, ik kan me daar in zoverre wat bij voorstellen dat wij niet op wat ze noemen een A-locatie zitten. Wij zitten niet helemaal in het centrum van Une, we ietsje daarbuiten. We hopen natuurlijk dadelijk dat als de berg verder afgebouwd is, dat wat meer aantrekt. Maar dan zie je dus hoe belangrijk dat het is dat je een goed plek hebt. En dat je regelmatig zorgt dat je nieuwe dingen hebt en dat mensen het weten. Daar hebben we dan ook wel weer wat plannen voor om zo breed mogelijk mensen te informeren. En we hopen natuurlijk dat ook een beetje op hoort zegt het voort. Mensen die iets moois hebben staan in huis en dus zeggen dat het uit de Wereldwinkel komt. Nou, dat levert natuurlijk ook mooi op. Op naar de volgende 30 jaar? Dat is een hele tijd. Ik hoop, ja eigenlijk is het heel dubbel. Het zou niet nodig moeten zijn. In feite zou je kunnen zeggen, het moest morgen niet meer nodig zijn. Dan hadden de mensen die extra financiële steun niet meer nodig. Dan konden zij verkopen zoals dat nodig is voor hen om te leven. Maar ja, ik kan wel fantaseren en hopen, maar ik kan beter dan liever en nu hard voor werken. Dat levert denk ik toch wat op. Nou, succes met alles en bedankt. Oké, heel graag gedaan.